Goedemorgen deze morgen. Zo denk ik, wat doet die man van Camper to Fish hier onder de camper? Ik wil je even een systeempje laten zien. Dit is het veersysteem dat ik extra bij ondergebouwd heb. Zit er nu 6 jaar onder. Is gewoon een veer van een auto van de sloperij gehaald. Zelf een constructie eronder gezet. Waar je dus op staat. Dit gedeelte zeg maar. Kun je zelf buigen. Las ik dan even een schotelopvangring in. Nou, en daarboven eigenlijk hetzelfde systeem. Kun je hem opsluiten. En normaal kun je deze systeempjes ook kopen, maar dan heb je vaak 2 veertjes. En dan betaal je toch al redelijk wat geld. Ja, je kunt natuurlijk ook van die luchtballen kopen, maar dat is helemaal niet te betalen. Maar dit systeem, dat kost mij voor 2 kanten. Ja, ik denk hooguit 4 tientjes. Dus ik bedoel, dat is wel een heel verschil. En het verschil wat rijden betreft. Maar we kochten deze camper zeg maar 6 jaar terug. En we rijden naar huis en ik had tegen mijn vrouw gezegd. Ik zeg van nou, ik moet er direct mee aan het werk. Net als bij die andere campers, want het heeft hetzelfde probleem. Dan zweeft hij wat zeg maar. En vooral als je wat harder rijdt, dan begon hij echt een beetje te slingen. Dan moet je echt telkens blijven sturen. En dat heb ik wel een beetje de schurf aan. En dus met dit systeem ertussen is dit gewoon opgelost. Hè? Want vaak is het de veer zeg maar, de bladveer. Die dus wat gaat hangen, dan kom je dus hoger op. En dan is de stabiliteit weg. En dan vang ik dit dus weer op. 4 tientjes zeg maar zo'n beetje. Als je handig bent tenminste. Ja, je hebt toch van die luxe paarden zeg ik altijd. Ja, die doen niks zelf. Ik ben echt een knutselaar. Ik geef mijn geld maar 1 keer uit. En ja, waarom duur doen? Het is gewoon eigenlijk heel ja, simpel op te lossen. Dit is gewoon een blik dat ik er even omzet. En dan zet ik hem gewoon vast aan de onderkant van de as. Zoals je kunt zien. Ja, meer is het niet. En dat voor een paar tientjes, jongens. En dan kun je echt de stabiliteit van de camper enorm opwaarderen. Hè? Dus denk dus over na voor de knutselaars. Niet voor de luxe paarden, helaas. Dit keer.